Wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrouwelijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Tjongejongejonge, is het al begonnen? Heb je ook wel eens een levenworst gewonnen? Hip hip hoera. Theo, Thea. Hallo, jullie vragen natuurlijk aan je mond. Jullie vragen natuurlijk af wie wij zijn. Dat gaan we niet bekend maken, toen met Thee. Hallo, ik ben Thea. Hallo, ik ben Theo. En dit is weer de Vivart. Waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over, Thee? Dat moet het zijn raden. Leer het nou eens een keertje. En om ze wel gemakkelijk te maken, geef Thea je alvast een aanwijzing. Ja, als onderwerp heeft te maken met dat je bijvoorbeeld een oude houten kar had eerst en daarna een automobiel. Ik had helemaal geen oude kar, ik heb een crossfiets. Was ik uitgesproken? Dacht het niet? Dank je wel. Daarna krijg je dan supersonische Japanse auto's. Ja, het heeft ermee te maken met dat alles wat vroeger met de hand ging, dat nou met de stekker gaat. Ja, wat knopje of wat draadje. Ja, ja. Ja. We gaan nu beginnen. Let goed op. Anders snap je er niks meer van. Ja, nee. Want wij krijgen namelijk ook steeds meer. Ha, ha. Wat bedoel je nou? Zet je haar. Als onderwerp, wat ons onderwerp is. Oh ja! Oh. Ah. I control to Major Tom. Oh, daar. Ik ben Bea Hofman van het Batavierenplantsoen. Ik werk sinds kort hier in deze stormerij de Renette. Ah, een klant. Hallo, meiden. Als dat niet die vervelende als Aarsema is, mijn ex-buurvrouwtje. Hé, hey, hallo. Hoe is het met je? Wat heb je nou het koffie gekregen? Dankjewel voor het compliment. Je ziet er zelf ook fantastisch uit. Je hebt echt zo'n lekkere dikke bolle sherrykop. Kan ik je helpen? Ja, ik zit met nogal een precair probleem. Nou, vertel. Ik weet eigenlijk niet of ik jou wel vertrouwen kan. Tuurlijk, je klapt toch nooit iets uit de school? Ik heb een enorme eiwithoudende vlek op een heel precair plekje in mijn pantalon. Gelukkig weet ik het telefoonnummer van de plaatselijke courant nog. Meid, ik zou zeggen, trek maar uit, is je klaar terwijl je wacht. Ach, nou ja, ik ben ergens te gek voor. Wat voor vlek is het? Het is een vlek van drupvocht. Drupvocht? Ja, drupvocht. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat? Ik zat te kijken naar de televisie, naar de Frank Kramer show, meid. En ik kreeg de slappe lach. En toen kwam er drupvocht los, hè. Nou, ja. Laten we maar eens even naar die drupvochtplek kijken. Nee, maar dat is geen drupvocht. Mm. Dat is een hele dikke kok die erin zit. Ja. Dat is broekkoek. Oh, ja, ik schaam me eigenlijk. Daar hoef jij je niet voor te schamen, hoor, meid. Als jij eens wist wat voor verschillende broekkoeksoorten ik hier niet over mijn toonbank krijg, ja, zou eigenlijk een banketbakkerij moeten beginnen. Zeg, wat voor materiaal is het? Wol. Wol? Wol. Dit is puur synthetisch. Nee, dit is wol. Nee, hoor, dit is acryl. Wol. Nee, hoor, als het wol is. Wat voor wol? Zuiver scheerwol? Ja, zuiver scheerwol. Dit is hoogste zuiver varkensharenwol. Loop je mee, dan kan je de winkel even zien. Ja, loop wel even mee. De winkel is daar, hoor, niet hier. Nee, maar, wat heb je hier allemaal een moderne apparatuur?
Ja. Als jij eens wist wat ik hier allemaal wel niet klaar kan stowen in deze bind. Meid, het lijkt hier wel een ruimtevaartlaboratorium met al die buizen en al die ketels. Het heeft er maar iets van weg. Ja. Met deze moderne techniek van hier kunnen we elke vlek die hier in elk kledingstuk zit, kunnen we hier wegstomen. Ik geef jou op een briefje. Ja. Voordat we het weten gaat deze hele stomerij de ruimte in. Wil je dat? Hoor ik dat bedoel? Ja. Precies zoals ik het zeg. Moet je voorstellen dat we deze, met deze moderne technieken gewoon de ruimte ingaan. En dat we daar op Pluto of op Mars ook vlekken gaan bestrijden. Zie je het voor je? Wij als pioniers de ruimte in. Wij als twee astronauten. Astronauten. Die vlekkenkampioenen. We gaan de ruimte in. Vlekken we niet. We gaan de ruimte. 9, Space Ants en 8, Space Day. Zeven, worden gelanceerd 6, in de Reinet 3. 5, en vlekken kampioenen van het hele universum are coming up to you. One, and mission for takeoff. We gaan landen, we zijn op Pluto. 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 Wat ben je machtig interessant, Pluto. Oké, Captain Arcy. Oké, Captain Arcy. Hoe luidt onze missie? Onze missie is schakelen het vlek-op-vlek monster uit. Ja, maar Captain Arcy, maar hoe ziet het vlek-op-vlek monster eruit? Het vlek-op-vlek monster is het monster wat je tafelkleed bedreigt als je net een Indonesische rijsttafelmaaltijd hebt met de buren. Je bedoelt, is dat soms hetzelfde vlek-op-vlek monster wat iedere weekend in mijn turnpakje van die grote vlekken maakt? Exact, dat monster. Dat is hier op deze planeet gesignaleerd. En het heeft zelfs eieren gelegd gevuld met snot. Oké, Captain Arsema. Check de wapenuitrusting. Check de afzuigturbo. Check. Check de grillbakinstallatie mixer. En double check. En check de fijncombinator. Fijncombinator. Oké, check. En check de stop and counter. En double check. Oké, doet het. Zet af. Ik hoor het.